Groningen-PSV op 8 maart was voorlopig de laatste eredivisiewedstrijd die we gezien hebben. Het kabinet besloot dinsdag dat er niet meer gevoetbald wordt tot minimaal 1 september. En dat er daarmee dus een einde komt aan dit eredivisieseizoen. Chef voetbal Valentijn Driessen die staat hier naast mij. Ja, we hebben het gevreesd, Valentijn. De KNVB heeft het officieel nog niet bevestigd. Dat gaan ze denk ik pas vrijdag doen, begrijp ik? Dat is de bedoeling, hè. Er is donderdag een bespreking met UEFA, het UEFA-bestuur. Die geeft dan wat richtlijnen. En daar komen ze mee terug naar de clubs op vrijdag. Dat is volgens mij het begin van de middag. Is daar een call en dan zal later zal bekend worden dat de competities definitief zijn gespeeld. Zowel in de Eredivisie als in de Eerste Divisie. Ja. Dus, maar dat zijn allemaal formaliteiten. Want er kan in Nederland gewoon niet gevoetbald worden. Nou, je kan moeilijk met je hele competitie je boeltje pakken en in België gaan voetballen. Ja, dus het is over. De UEFA heeft nog wel gedreigd over de Europese gelden. Ja. Maar die keutel hebben ze ingetrokken? Of? Ja, die hebben ze ingetrokken. Zeker voor de kleine competities. En daar heeft onder andere Edwin van der Sar een rol in gespeeld. Die heeft namelijk uitgelegd dat in deze kleine competities het geld veel minder belangrijk is. Het televisiegeld, wat zij mislopen, veel minder belangrijk is dan in die hele grote competities. In Engeland, Duitsland, Italië en Spanje. Dus de UEFA die is nu veel meer meebewogen. Dat dreigement is van tafel af. Ja. Het ligt aan de KNVB. Wie schrijven zij in voor Nederland, voor de Champions League, voorronde Champions League. Dus in principe ligt het gewoon allemaal in handen van de KNVB, wat er met de afwikkeling van deze competitie gaat gebeuren. En die landen met dat gigantische bedrag aan tv-gelden, die zitten wel veel meer te pushen. Vanochtend las ik een staartje bij ons in de krant. En daarin zag je dat allemaal eigenlijk begin juni en Duitsland zelfs begin mei. Ja. Duitsland heeft 9 mei en de rest van de competities heeft 8 juni aangekruist als datum om weer te beginnen. Maar of dat ook zover komt, ook daar zullen de nationale overheden het laatste woord hebben, zoals in Nederland. Ja, maar is het ook niet een beetje massapsychologie? Zo van, dan hebben mensen tenminste nog om naar vooruit te kijken. Ja, en de deur maar open blijven houden. Ook richting die televisiemaatschappijen. In Nederland maakte het niet uit. Fox zou sowieso uit moeten betalen. Ja. Ook als het einde per 1 juni zou zijn geweest. Nou, nu is het dan 1 september. Ja. Maar in buitenlandse rechten, die worden op een andere manier verkocht. In het buitenland vaak. En dat zit ook met al die internationale rechten, Azië, weet ik. Dat gaat om een aantal wedstrijden, wat er verkocht wordt. Hè. Daar wordt per wedstrijd zeg maar uiteindelijk betaald. Ja. Dus dan maakt het wel uit of je 60 of 70 wedstrijden geen inkomsten hebt. Ja. En dat, in Engeland loopt dat natuurlijk in de honderden miljoenen euro's. Dat is ontzettend veel geld. Ja. Dan gaan we de eindstand erbij pakken. Ja, daar gaat hij. Ja. Bovenaan Ajax, AZ, ja. Feyenoord, PSV, Willem II, ja. FC Utrecht. Ja, dan gaat het natuurlijk over die eerste discussie. Zijn natuurlijk de Champions League gelden. Nee, nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het om de verdeling van de Champions League gelden, maar het gaat ook om de competitie. Maar er is maar één mogelijkheid wat de KNVB aanstaande vrijdag kan beslissen. Er wordt dan gezegd, er moeten heel veel besprekingen plaatsvinden, maar dat is niet nodig. Door dit gebeuren, door deze stand, moet gewoon één heel groot kruis. Ja. Gewoon als nietig verklaren deze competitie. Want je kan wel allerlei dingen gaan verzinnen. Ja. Maar de KNVB heeft zelf eigenlijk een bestuurlijk precedent geschapen door te zeggen in het amateurvoetbal, alle wedstrijden zijn als niet gespeeld verklaard. Dus ja. We gaan terug naar het allereerste begin van het seizoen. En dat moet je dan ook met het betaalde voetbal doen. En dan vallen er slachtoffers, maar dan is er in ieder geval geen willekeur. Nee. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En met willekeur, wat je dan heel snel krijgt, dat clubs naar de rechter stappen. Als je zegt tegen ADO, ja, jullie degraderen, dan zegt ADO, ja, maar wij hadden nog 8 wedstrijden om ons veilig te spelen. Ja. Dus wie zegt niet dat wij ons veilig hadden kunnen spelen? Jullie kunnen ons niet laten degraderen. Dus dan krijg je allerlei arbitraire beslissingen die genomen worden. Nou, dan sta je juridisch zwak. Dus wat kan je als enige doen? En wat is het eerlijkste eigenlijk? Ja. Competitie als niet beschouwd. Die is niet gespeeld. Die is niet gespeeld. Ja. En terug naar zeg maar 1 juni 2019. En vanaf dat moment gaan we door. Ja, maar wat is dan het scenario? Nou ja, het scenario is dat Ajax de Champions League ingaat. Dat PSV de voorronde van de Champions League ingaat. Dat AZ de voorronde UEFA Cup gaat spelen. Mm-hmm. Feyenoord voorronde UEFA Cup. Wie hebben nog meer? Utrecht in de UEFA Cup komt. Europa League heet dat tegenwoordig. Dus ADO en RKC erin blijven. Kan Buren en de Graafschap niet promoveren.
Dus dat wordt het verhaal. Dat is het meest eerlijke verhaal. Ja. Dat is eigenlijk... Gaan we dan naar die 20 teams toe? Dan gaan we niet naar de 20 teams. We blijven gewoon op de 18 zitten. Ja, dan ga ik de situatie die we nu hadden in juli 2019... wordt ook de situatie voor juni, juli 2020. En dan maar afwachten wanneer die competitie weer begint. Mm-hmm. Maar ja... Maar je gaat, wat je al zei, je gaat al gedoe krijgen. Clubs die gaan lopen mopperen. Ja, je kan wel mopperen, maar je hebt bijna geen poot om op te staan juridisch. Ja. In dit geval, als je dat doet. En ja. Ik denk dat de KNVB dat gewoon moet doen. Hè. Dat is leiderschap tonen. En daar zijn natuurlijk slachtoffers. AZ wordt een slachtoffer. Hey, die gaat voorronde UEFA Cup of Europa League spelen. Ja. Terwijl ze nu eigenlijk op een plaats staan. Voorronde Champions League. Ja, dat is zo. Dat is heel triest. En ze hebben een geweldig seizoen gespeeld. En uiteindelijk zullen ze het moeten doen met de complimenten. Ja, daar koop je voor de rest geen brood voor. Maar nee. Zo ligt het wel. Hoe gaat de starter dan weer uitzien van de competitie, Valentijn? Dat hangt onder andere van de UEFA af. Of van de overheid af. Ja. En de KNVB zal dan gewoon een competitieprogramma in elkaar draaien. Hè, met 18 clubs. Hè. Stel je voor met dezelfde clubs als nu. Ze willen wel zeg maar zoveel mogelijk wedstrijden plannen in de loop van het seizoen. Dus in het begin van het seizoen eigenlijk misschien iedere week wel één. Maar desnoods af en toe niet. En dan bijvoorbeeld interlandvoetbal en dergelijke. Omdat je moet natuurlijk uitkijken dat je in het begin geen toeschouwers kan toelaten. Ja. Dus dan levert je niks op. Dus je moet ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk wedstrijden kan gaan spelen als er weer toeschouwers toegelaten kunnen worden. Nou, stel je voor dat dat 1 november kan. Dus dan moet je vanaf 1 november heel veel wedstrijden spelen. Want de inkomsten uit recettes zijn in Nederland gewoon heel belangrijk. Ja. Recettes, daarnaast televisiegeld natuurlijk. Maar als je wedstrijden kan spelen zonder publiek, dat is voor de televisie in feite voldoende. Maar je wil ook inkomsten hebben vanuit de horeca, vanuit de recettes die je De sponsorstoelen. Ja. Dus dat vind ik wel een goede zet van de KNVB en de Eredivisieclubs om zoveel mogelijk wedstrijden zo ver mogelijk voor je uit te schuiven. Waar nu wel in ieder geval duidelijkheid voor is een Ziyech. Ja. Die kunnen gewoon naar hun volgende club. Ja. Dat soort dingen zijn nu wel dan klaar. Ja, zie ik. Hè? Dus die gaan naar Chelsea. Die zien we niet meer in Nederland. Of we misschien ooit nog terugzien. Wie zal het zeggen? Hè? Maar dat is dan over een paar jaar. Nou, Dick Advocaat zien we sowieso nog terug. Ja. Bijgetekend. Ik denk een goede zaak voor Feyenoord. Alhoewel, ik ben wel benieuwd hoe Dick met die 1,5 meter omgaat. Ja. Hè? Nou is hij net zelf 1,5 meter, maar... ook Dick valt natuurlijk wel in de risicogroep. Ja, maar voorlopig blijft hij even een held in Rotterdam-Zuid. Hè? Ja, hij heeft natuurlijk het fantastisch gedaan. Ja. Jaap Stam vergeten. Het is te hopen dat hij de selectie een beetje intact kan houden. En dat Steven Berghuis, de aanvoerder, dat hij blijft. Ja. Ja, dat is wel belangrijk voor Feyenoord. Maar sowieso het bijtekenen van Dick geeft wel een signaal. Zowel naar de achterban, maar ook naar spelers toe. En het blijkt dat Feyenoord, als ze willen, toch iemand kunnen behouden ook. Ja. Ja, en nu moeten we tot slot nog afwachten. 1 september is het nu, maar het kan ook zomaar 1 oktober worden. Ja. En dan zit je met de interlandwedstrijden. Dan gaat de puzzel weer helemaal opnieuw beginnen, toch? Ja, ja. Nou, daarom heeft de UEFA ook gezegd. Hè. De UEFA was natuurlijk aanvankelijk van... Het zou voor 3 augustus moeten. Nu hebben ze dat al doorgeschoven naar 1 september. Maar dat is voor hun wel een deadline. Om inderdaad dat volgende seizoen niet in de weg te zitten. Want inderdaad, er komt natuurlijk interlandvoetbal. Er komt Champions League, Europa League. Het EK komt eraan. Dan moeten de competities worden afgewerkt. Dus dat wordt een heide. Het kan toch bijna niet anders dat je iets eruit moet gaan trekken uit het schema. Als je in het internationaal voetbalkalender kijkt. Er ligt nog ruimte. Zeg maar, behouden ze in Engeland, ligt er nog ruimte in de winterperiode. Hè, ja. Met kerst en oud en nieuw. Kan er eventueel gespeeld worden. En misschien dat je een interlandperiode eruit moet halen. Maar ja, die bondscoaches, die Koeman, die verdient ze natuurlijk wel heel makkelijk dit jaar. Hè? Ja. Hè? Want die kan van januari tot, hij is volgens mij in november is de laatste wedstrijd geweest. Ja. Of nee, zelfs november niet. En wel in november. Dus vanaf november tot september hoeft hij niets te doen. Maar hij vangt wel zijn salaris. Zou hij niet af en toe ook iets aan het goede doel geven? Natuurlijk, Ronald kende er wel. Ronald is een goede kerel wat dat betreft. Valentijn Driessen, dankjewel voor je commentaar. Graag gedaan.